gedaan. En wij voor u van de bijna is Selim in Broek. Benix Merwa, Ander Walrades. Voor Mikos, Edik Wierenburg. Bijna is Achiel, Michel Lapolder. Voor Nuland, Marien Struik. FCV Dream Team, Indy Schepers. En Q in Extreme Nederland, Joyce Max. Doet het dan. Zo pakken dan weer drie team in de schepen die hier als eerste door de bocht gekomen. Achtervolgd door Q BMX Team Nederland, dat is Joyce Pax. En die wordt er opnieuw gezet door Marijn Spuijs. Maar ook zeer sterk aan de bak. Maar het is Schepen die de leading girl is in dit moment. Joyce Pax gaat het haat proberen nog wat moeilijk te maken. Wordt dat ene laatste stuk met die hoge beelden op techniek, op kracht. Wat gaat ze doen in de schepen? Nee, Schepen blijft gewoon lekker doorfietsen waar ze zit. En ze zal die eerste positie handhaven. Is de Pax die dan de binnenziet kan blijven voor Marijn Spuijs? Waarschijnlijk wel. De overwinning gaat in dit geval. Dat Dream Team in die schip.